Maar het zijn gewoon zakrollers. Gekke werk in Roermond. Maar ik denk, deze zijn echt heel moeilijk te pakken. Want eentje, twee gaan naar binnen en eentje blijft buiten op de uitkijk. Hoe spannend is dit, jongens? Gekke werk. Dit zijn zakkenrollers, die komen hier op de zaan, komen hier om te stelen hier. Pickpockets, die twins. Dit zijn hier, hey, hallo, zo. En hij dan netjes met zijn pakje aan hier al. Dus kijk hoe die netjes probeert. Hey. Tof dat jullie weer kijken. Mijn naam is Geimer, de poffelspotter. En we gaan vandaag weer op jacht. Ik ben hier vandaag weer in het mooie Maastricht. Vorige keer had ik hier toen een winkeldief. En mijn doel voor vandaag is echt zakkenrollers te spotten. Het is, gaat een super drukke dag worden, dat hoop ik echt. Dan gaan we genieten van Maastricht. Gezellig, klik, klik, klik. Nou, geloof mij, hier bij de Maas. En het centrum hier. Nou, daar moeten wel zeker wel zakkenrollers zitten. Dat is trouwens wel heel makkelijk spot hier. Gewoon hierboven staan. Maastricht hierboven. En dan alleen maar zakkenrollen spotten. Ook iets te veel op. Nou, het ziet er wel heel super tof uit hier achter, hier in Maastricht. We beginnen aardig vol te lopen met mensen. Nu alleen nog maar de zakkenrollers hier. Gaan ervoor, hè. Gekke werk. Kijk eens, bijna 6 uur geweest. Het is afgelopen hier in Maastricht. Super mooie stad. Echt een mooie stad. Ik had graag zakkenrollers willen spotten, maar ik heb er echt geen één en geen één gezien. Dus ze zijn er ook echt niet. Morgen ga ik nog één plaatsje hier proberen in het zuiden. En dat is Roermond. De grootste, een van de mooiste outletstoren van Europa. Dit is mijn derde en mijn laatste poging. En dat is hierachter. Is dat Roermond, de outletstore. De outletstore is een van de grootste outletstoren van Europa. En ik hoop echt dat ik hier mijn slag kan zijn. Ik heb heel veel mailtjes van mensen gekregen. En die vertelden dat hier echt veel zakkenrollers zijn. Nou, mijn doel is hier, mijn missie is maar één ding. Een outlet zakkenroller pakken hier. Oh my god, jongens. In Roermond outletstore zie ik 3 zakkenrollers. Het gaat om 3 mannen, gemiddeld leeftijd 40 à 50 jaar. 2 gaat steeds naar binnen. En eentje die blijft buiten staan en die kijkt om zich heen. Zitten netjes in kleding stijlvol uit. Maar het zijn gewoon zakkenrollers. Gekke werk in Roermond. Maar ik denk, deze zijn echt heel moeilijk te pakken. Want eentje, 2 gaan naar binnen en eentje blijft buiten op de uitkijk. Hoe spannend is dit, jongens? De 3 gasten zijn naar binnen. Trigon, die gaat het komt toch maar controleren, die gasten. Maar die gasten zijn zo super scherp. Wordt even gecheckt of ze aan de andere kant staan. En hopelijk wordt ze gezocht of ze staan geregistreerd. Maar ik heb Trigon aangesproken, beveiliging, en die gaan ze goed controleren. Ik ga die gasten volop filmen. Jongens, deze hier in Dingens, die heeft de poging, die probeert hier mensen te rollen hier. Deze wordt gecontroleerd straks, er zijn er nog 2 en die zitten hier waarschijnlijk binnen. Er zitten nog 2 hier binnen waarschijnlijk. Kijk, dit is die andere zakroller en dat is die andere, die hoort erbij deze. En dit is de derde man deze. Dit zijn zakkenrollers, die komen hier op de zaan, komen hier om te stelen hier. Pickpockets, die twins. Dit zijn hier, hey, hallo, zo. Hey, kijk hier. Ze boeven komen van hem. Hij ook deze man hier. Allemaal zakkenrollers hier in Roermond. Deze gasten die worden nu gecontroleerd. Die gaan straks gewoon zelf weg. Ze hebben niks bij zich, maar ze lopen gewoon zo weg. Dus dat heb je gewoon hier. Om te checken. Kijk, ze zijn stuk. Ze gaan sowieso komen ze hier niet om te winkelen. Deze zakkenrollers die komen hier gewoon niet om te stelen. En nu hebben ze geen kans om wat te doen.
En dan heb je hier dan die andere. Ja. En kijk, en dan heeft hij een grote mond allemaal hier. Maar dit zijn gewoon drie zakkenrollers hier op de dingers. Ja. En een grote mond. Hé, hey, look die tand, jongen. Heb je een tandje met zijn tandje eruit hier, jongens? Hé, hey, jongens, zakkenrollers hier, jongens. Drie zakkenrollers. Kom, kom, hé, go. Hé, Roermond, denk ze dat ze je kunnen doen, joh. Kijk eens. Drie zakkenrollers lopen hier netjes weg hier, Roermond. Kom, hey, kijk dan, joh. Moet je hem zien vloeken hier dan? Yes. Beveiliging die gaat ze gewoon naar buiten sturen, deze drie gasten hier. En ze waren van plan om hier te stelen hier. Deze zou mensen te rollen, sorry. De beveiliging heeft natuurlijk geen bewijs. Maar deze gasten die zijn zo getraind hier zo. Dus eentje en vloeken wat hij doet. Mijn doel is gewoon het belangrijkste. Dat ze, moet je aanpakken. Ja, ja, joh, die grote gasten met die man. Zakkenrollers, joh, helemaal gek van deze gasten. Het belangrijkste voor mij is dat ze geen kans hebben gekregen hier om hier te kunnen rollen met z'n drietjes. Hij heeft een Colbert-jasje nog aangetrokken. En ze worden trein gewoon worden ze verwijderd. Oh my god, jongens, gekke werk. Hier in Roermond. En hij dan netjes met zijn pakje aan hier dan. Dus kijk hoe die netjes probeert. Hey. Kijk hem hier spugen daar, joh. Die gozer zit gewoon mij te spugen hier daar, joh. Hé? En kijk hier, joh. Ja, kijk hem weer. Ja, joh. Pickpockets, you. Only come here to stealing it. Pickpockets, hey, you. De tactiek van hem was namelijk zo gewoon, eentje op de uitkijk, twee constant naar binnen. Maar qua filmen was het gewoon echt super moeilijk, deze gasten. Kijk, een grote mond heeft hij en hij komt met zijn voeten zich gewoon verraden. Even kijken of die gasten hier nog ergens lopen. En vloeken wat ze deden. Ik denk dat ze de auto gaan pakken. Het enige wat ik zou kunnen doen, ze kunnen hier misschien ergens aan de zijkant staan, dus ik moet een beetje oppassen. Ik moet nu even mijn eentje handelen. Maar die drie gasten, heel agressief waren ze. Weinig actie erin, wij geen aanhouding kunnen doen. Maar voor mij was gewoon het belangrijkste dat gewoon die drie zakkenrollers gepakt zijn. Dat ze naar buiten toe moeten gaan en niet meer verder kunnen. Geen handelingen hebben meer om te kunnen rollen. Maar de beveiliging kon weinig eigenlijk, dat begrijp ik wel. Maar mijn doel was eigenlijk gewoon dat ze gewoon van het terrein af gegaan zijn. Nou, weet je wat het was hier? Ik ben natuurlijk hier in Roermond bij de outlet store. Ik had natuurlijk heel veel mailtjes gekregen van mensen dat hier zakkenrollers waren. Alleen wat je natuurlijk in Amsterdam hebt, als ik daar drie zakkenrollers op doe, dan belt de zakkenrollersteam op. Die gaat er achteraan en die gaat wachten op een hete daadje. Hier heb je natuurlijk in Roermond heb je beveiligers lopen. En beveiligers moeten zich aan de regels houden. En die kunnen zakkenrollers niet zomaar aanhouden. Op zijn minst misschien wel even controleren, maar dan hebben ze alleen de naam. Maar volgens mij heeft de beveiliging, als er geen bewijs is, hebben ze geen recht om zomaar een zakkenroller te fouilleren. Nou, die drie gasten, die had ik hier gespot hier in Roermond. Wat ik zag, was hun doel was dat ze dus uiteindelijk twee zakkenrollers steeds naar binnen gingen. Eentje bleef er buiten staan. Nou, en dat ging echt zo minuten door. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik kan niet kijken hoe het gebeurt. Want dan gingen ze weer een winkel in en dan moest je in een rij staan. En voor mij is dat gewoon veel te moeilijk. Dus het enige waar ik aan dacht gewoon is, nee, die moeten gewoon zo snel mogelijk hier van de outlet store Roermond verdwijnen. Beveiliging heb ik gebeld, eentje heeft naar een pasje gekeken. En toen zag je hoe agressief die gasten waren. Echt gewoon schandelijk agressief. Spugen, een grote bek. En ja, wat dat betreft, ik blijf grote hekel aan die gasten hebben, hoor. Aan deze. En ik heb toch wel eigenlijk mijn doel bereikt. Want uiteindelijk zijn deze gasten, hebben ze niet de kans gekregen om hier in het mooie outlet store op hun gemak mensen te kunnen rollen. Ik heb ze een kwartiertje gevolgd en na een kwartiertje dacht ik ga gewoon beveiliging bij halen. Die gasten hadden gewoon wat te verbergen en ze zijn meteen vloekend en al zijn ze daarvan doorgegaan. Ze staan super goed op beeld, hou deze gasten in de gaten. Ik begon eerst in Heerlen, wat niet, helaas was ik te kort, maar ook te rustig. Toen ben ik van Heerlen naar Maastricht geweest. Maastricht was ook te rustig.
En hier, uiteindelijk hier een outlet store. Roermond, de mooiste outlet store van Europa. Heb ik uiteindelijk toch drie zakkenrollers. Heb ik drie zakkenrollers gespot. En toch voor gezorgd dat ze hier van het terrein verdwenen zijn. Nou, dit was het filmpje. Was echt zeker verdiend. Je wilt duimpje omhoog. En vergeet niet om mijn kop te klikken om te abonneren. Oké, dan. Klik.